Welkom bij de courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. Parijs, de Champs-Élysées. Het eindpunt van 3328 kilometer fietsen, klimmen, dalen, sprinten, zweten, afzien, genieten, vieren, vallen en weer opstaan. Jasper Philipsen plaatste op de legendarische Parijse klinkertjes het orgelpunt van zijn Tour. Van een Tour die Belgisch was met 6 ritzeges. Met de groene trui van Wout van Aert en de gele trui voor een ploeg met 3 Belgen in de rangen. Het was ook de Tour van Jumbo-Visma en van Jonas Vingegaard, de Tour van Denemarken. Maar vooral was het de Tour van ons, van iedereen die een wielerhart in de borst heeft kloppen. De Tour van 2022 begon en eindigde met een Belgische ritzege. Hoeveel mooier kan het zijn? Erik van der Aarde, die zelf ooit won op de Champs-Élysées en nu als VIP-chauffeur werkt bij Alpes in de Koninck, kreeg er de tranen van in de ogen. Je wordt er emotioneel van, hè? Ja. Ja, ik weet het ook niet hoe het komt. Ja, je leeft mee met die jongens, hè. Ja. De hele Tour meegemaakt en Kan je perfect verplaatsen in die inderdaad, jongen. Inderdaad. Ja. Dus je maakt het allemaal mee. Die tegenslagen ook aan u, die verlossing, dat is even zo van... Bam. Ja. Als ik kon ik het beter verwerken dan nu. Ja. Het wordt een mooie nacht in Parijs. Inderdaad. Mooie avond. Inderdaad. Het verhaal van Jasper Philipsen is dat van een razendsnelle man die in de Tour al met te veel tweede en derde plaatsen vrede heeft moeten nemen naar zijn talent en inzet. Vorig jaar werd hij op de Champs-Élysées nog nipt geklopt door Wout van Aert. Dit keer stond er geen maat op Philipsen. Voor Alpes in de Koninck, de ploeg van de gebroeders Roodhoofd, was dit de kers op de taart. Ze hebben in alle 5 grote rondes die hun jonge ploeg tot dusver reed gescoord. Goed voor 10 ritzeges al. We spraken Christophe Roodhoofd met een glas champagne in de hand. Hij toch. Christophe Roodhoofd, wat is er mooier dan met een glas champagne op de steentjes van de Champs-Élysées te staan nadat je daar net de rit hebt gewonnen met jouw ploeg? Het is iets ongelooflijk eigenlijk. Toch wel, je komt de Parijs binnengereden en er komen toch wel wat emoties bij kijken. Eigenlijk. Gewoon het feit dat je hier na 4 weken... eigenlijk uw familie terugziet en u sluit dan af met een klinkende overwinning. Dat is toch iets waar je als kind mee bezig geweest bent eigenlijk. En dat gebeurt nu echt in een team dat je samen met je broer hebt. Dat is gewoon ongelooflijk. Het zijn momenten waarop je blijkbaar teruggaat naar vroeger hoe het allemaal begonnen is en dan hier staan. Ja, voor mezelf persoonlijk wel eigenlijk. Ik denk dat onze jeugd ons geïnspireerd heeft om te doen wat wij nu doen. En ja, dan automatisch denk ik er altijd aan terug. En Jasper zelf, na vorig jaar, voor hem, dit moet onwaarschijnlijk zijn, hè, om dit binnen te halen op zo'n manier. Ja, absoluut. Ik had het eigenlijk met hem te doen, omdat je dan uiteindelijk toch wel... ook al wil je dat niet, je moet ermee bezig zijn en je bent er dan als ploeg mee bezig. En door het feit dat je ermee bezig bent, leg je toch druk op die mannen en hun schouders. En je probeert dat dan toch wat te minimaliseren. Maar uiteindelijk, het is wat het is. En je bent hier om die koers te winnen. En het lukt hem dan nu. En ik zeg het, vrijdag was dan een ontgoocheling weer. Maar hier vandaag, dat maakt alles goed. Hè. Als buitenstaander vinden wij het onwaarschijnlijk hoe Jasper telkens na ontgoochelingen toch die hij meemaakt, want een tweede plaats is niet fijn voor een renner, hoe hij erin slaagt om telkens weer die kracht te vinden om voor die overwinning te gaan. Kopje nooit laten hangen. Hoe zie jij dat? Je hem nog beter kent. Ja, ik vind dat een heel grote kwaliteit, maar je mag het ook niet vergeten, vind ik. Ook niet Jasper Philipsen zelf zijn. Dat, op het moment dat je tweede kunt worden, dat is natuurlijk een ontgoocheling, maar dat is ook al iets... Dat is ook wel echt een marker om aan te tonen dat je tweede kunt worden. En als je tweede kunt worden, dan is dat winnen heel dichtbij. Als je genoeg keren tweede geworden bent, uiteindelijk win je altijd. En ik vind dat dat iets heel belangrijk is om als sportman toch voor ogen te houden. Niemand wint zonder een aantal keren tweede te worden eerst. Alpes in de Koninck wordt volgend seizoen World Tour. Dit is de Champions League van het wielrennen. Jullie hebben bewezen dat jullie daar thuis horen, mocht dat nog nodig zijn. Ja, we hebben nu 5 grote rondes meegereden. We pakken hier vandaag onze 10e ritoverwinning. Ik vind dat voor een ploeg als die van ons toch wel iets betekent eigenlijk. Hoe kijk jij, los van jouw ploeg, op deze Tour de France terug? De Tour van Jumbo-Visma, Tour van België ook. Wat onthoud je nog? Ja, ik vind dat we de wielersport in het algemeen een hele attractieve, mooie ronde van Frankrijk geweest is. Met
eigenlijk elke dag echt mooie koersen. Nooit niks langdradig of voorspelbaar. Het is heel vaak echt koers geweest tot op het einde. En met spannende aankomsten die eigenlijk niet voorspelbaar waren. En dat vond ik er wel heel mooi aan. Ik ga jou laten vieren. Is het vanavond sterrenkeuken of hamburgers, pizza? Wat? Ik heb geen flauw idee. Wij zitten in hetzelfde hotel als vorig jaar, of zullen we wel zien. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Gisterochtend zat ik met collega's Wim Vos en Stijn Joris samen om terug te blikken op deze Tour, toen hij nog 5 Belgische ritzegen stelde. Laatste dag van de Tour en dan blikken wij terug met Stijn Joris en Wim Vos. Goedemorgen. Goedemorgen, Michael. Morgen. De Tourwinnaar is gekend, Parijs. Ze zeiden vooraf van we moeten eerst Parijs halen, maar ze hebben nu toch al gevierd voor Parijs in Rocamadour. Tourwinst is binnen voor Jonas Vingegaard. Ja, het was uiteindelijk met overmacht, moeten we zeggen, want die zwakke dag is er niet gekomen van Vingegaard. En in tegendeel, hij heeft zelfs nog een paar keer de puntjes op de i gezet. Hè. Ja, het wordt nogal snel een beetje de voorbije dagen. Zijn zege herleidt tot de suprematie van Jumbo-Visma. Maar ja, als je heel de Tour overloopt, ook op het moment dat het echt man tegen man was tegen Pogačar, dan was hij ook de beste. Hè? Zowel in de Alpen, in de rit naar de Granon, in die laatste Pyreneeënrit en eigenlijk finaal ook in die tijdrit gisteren. Het schrol niet zo heel veel, denk ik. Maar ook daar ja, klopt Pogačar. Dus ja, het is een collectieve dominantie van Jumbo-Visma, maar het is zeker ook individueel was hij gewoon de beste renner. Ja, mee eens, Stijn? Ja, ik denk dat hij met de kwaliteiten die hij heeft de perfecte Tour gereden heeft. In welke mate dat bij hem ligt of in welke mate Jumbo-Visma hem daartoe gebracht heeft. Dat zou waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Maar ja, hij is een niet explosieve, agressieve renner. Maar met de kwaliteiten die hij heeft, zijn de lang aan een goed tempo, aan een snel tempo en een klim afwerken, heeft hij perfecte Pogačar opzij kunnen zetten. Ja. Het is geen explosieve klimmer, maar het is ook geen diesel. Het is ook geen Geraint Thomas. Hij kan echt wel die versnellingen beantwoorden, op zijn minst. Ja, ik vind persoonlijk... Ook dat is heel de Tour eigenlijk meegegaan. Maar Pogačar is de explosieve man. En Vingegaard de man van de langere beklimmingen en dergelijke. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar zijn versnelling op Plage de Belfie, die dan wel gecounted wordt door Pogačar. Maar ja, je kan ook niet zeggen dat die jongen totaal geen explosiviteit in de benen heeft. Ja, we hebben het over het fysieke gehad, maar qua persoonlijkheid, het mentale, hoe zien we dat? Ja, mentaal heeft ook die Tour heel goed aangepakt. Blijkbaar was hij 3-4 jaar geleden nog een bijzonder nerveus type. Dat is deze Tour alleszins niet gebleken. Hij is op de juiste moment heel koelbloedig gebleven. Waar hij nog wel in kan groeien is, ja, als hij gisteren traditioneel geeft de Tourwinnaar op zaterdagavond een grote persconferentie voor de volledige pers. Ja, en dan moet je wel zeggen, we hebben andere renners gehad die dat op een stoel zaten. Eigenlijk gisteren zelfs nog. Geraint Thomas gaf als derde in de Tour als eerste zijn persconferentie. Ja, daar kwam de ene grap na de andere uit met goede one-liners. En dan komt Vingegaard en... Tja, een beleefde jongen. Hij zei helemaal niks verkeerd. Maar het is niet de man aan wiens lippen je hangt als hij aan het praten is. Maar dat is natuurlijk zijn persoonlijkheid. Die gaan we misschien nee, moeilijk kunnen veranderen. Nee, dat gaan we nooit kwalijk nemen. Het is een vaststelling die ik doe. Ja. Van het is niet de meest begeesterende persoonlijkheid als hij daar zit. Op dat vlak heeft Pogačar misschien toch een heel klein beetje de Tour gewonnen. Door de manier waarop hij met zijn nederlaag omging. Altijd wel nog met een glimlach. Oprechte felicitaties ook aan Vingegaard. Dus ik vind daar heeft hij wel nog altijd punten gescoord. Ondanks de zwaktes die hij dan op de fiets getoond heeft. Ja, Pogačar heeft op de mooist mogelijke manier de Tour verloren eigenlijk. Hè. Ik bedoel, de manier waarop hij ermee omgegaan is. 3 ritten gewonnen ook. Strijdend ten onder gegaan als een seigneur. Ja, hij heeft zich absoluut altijd groots in de nederlaag getoond. En ja, wat je zegt, hè, heeft... echt wel alles geprobeerd. Het was te weinig. Die conclusie moeten we maken. Maar hij heeft echt wel alles geprobeerd nog. Ook veel van ver in de aanval te gaan. Misschien niet helemaal met de grootste overtuiging. Maar ja, toch 2, 3, 4 keren in die laatste bergritten allemaal. En je moet echt naar mijn vergrootglas gaan zoeken om de ontgoocheling bij hem te merken. Hij blijft altijd alles met een glimlach wegwerken. Dat op zich wel heel mooi. Ook al zal hij...
achteraf of op de bus of in het hotel waarschijnlijk wel een keer vloeken. Of, maar hij weet dat perfect af te schermen. Ja, terwijl het toch echt wel redenen had waarom het ook niet liep zoals het moest lopen. Hij heeft met zijn ploeg al die COVID-gevallen, al tegenslag met zijn ploeg voor de Tour, met Trentin die uitviel. Dus hij had echt wel wat redenen of excuses om ze achterweg te steken. Hij heeft die ook wel af en toe benoemd, die redenen, maar nooit op een manier dat het meelijwekkend werd. Nee, hij heeft daar knap mee omgegaan. Stijn, ik vond dat een van de tekenende anekdotes over Pogacar, Col du Granon. Je stond bij de bus van UAE en dan heb je daar eigenlijk in een onbewaakt moment gezien dat het toch wel oprecht is hoe Pogacar op een normale, authentieke manier met die nederlaag omgaat. Hè. Je hebt hem dan zien de berg afkomen, geloof ik. Je had daar een anekdote. Ja, toen kwam hij samen met zijn vriendin Urska naar de bus toe gereden. En die reden rustig langs elkaar alsof ze naar de bakker aan het fietsen waren, een beetje keuvelend. Hij stapte dan af aan de bus en nadat hij al interviews in de Next Zone al gegeven had, maakte hij daar ook nog heel even tijd. Zei het in drie zinnen voor de pers die daar nog verzameld was. En op dat moment neemt Giannetti hem ook vast en denk ik troostende woorden. En je ziet hem zo verontschuldigend kijken naar Giannetti en zeggen van ik had beter moeten doen. Dat was wat ik kon aflezen uit zijn lichaamstaal. Dus ja, het is echt, ik denk echt dat het een heel gewone, ideale, schoonzoonachtig kerel is, die Pogacar. Want op dat moment, als hij dan die Granon afdaalt en met zijn vriendin Urska aan het fietsen is, als een jongetje met zijn meisje, ja, daar staan geen camera's op. Als hij al een pose zou aannemen, dan zou hij dat op dat moment niet doen. Dus het is echt oprecht dat hij daar op een heel goede manier mee omgaat. Ja, ik heb hem nu een beetje in de gaten kunnen houden van in het voorjaar, als hij dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen tot nu gereden heeft. En dat is op geen enkel moment dat die kerel uit de toon valt. Doodnormaal. Ik herinner me de persconferentie voor dwars door Vlaanderen ook, waarin hij gewoon met zijn gsm'tje, niet het nieuwste model van iPhone, maar nog een verouderd toestel, uit de lift komt en met iedereen goeiedag zegt. Alsof hij gewoon 16-jarige kereltjes die al blij is dat hij mag fietsen bij UAE Emirates. Zeg, en we hadden vanmorgen bij ons budgetontbijt al een beetje een discussie over het feit van, ja, Pogacar heeft zelf gezegd van, ja, ik ga deze Tour moeten evalueren, we gaan misschien de zaken anders moeten aanpakken. En anders, ja, ik denk dat hij dan naar zijn concurrent kijkt, Jonas Vingegaard, die toch al veel vroeger alles in het teken van die Tour heeft gezet. Hè. Gaan we dat ook zien bij Pogacar? Ik ben er een beetje bang voor. Ja? In de zin van, als die analyse, misschien is dat de juiste analyse, dat weet ik niet, maar dat hij te veel gekoest heeft in het voorjaar, van UAE, al gaan voor winst, dan in de Ronde van Vlaanderen komen rijden en zo verder. Maar het zou jammer zijn mocht dat het resultaat zijn van deze Tour, dat hij dat allemaal niet meer gaat doen en dat we een beetje in een Armstrong-scenario vervallen waarin toppers alleen nog goed zijn in de maand juli, bij wijze van spreken, of een beetje in de maand juni ook. En dat is de charme van Pogacar is net altijd geweest, dat hij overal en altijd koest. En overal en altijd koest om te winnen. Letterlijk van UAE-Tour, een voorjaar, een Tour, tot en met Lombardije vorig jaar, waar hij op grandioze wijze won. Ja, als de conclusie nu gaat zijn van dat kan allemaal niet meer, dan is niet alleen Pogacar, maar vooral de sport zelf, denk ik, een beetje de verliezer van deze Tour. Ja, Stijn, jij drukte de hoop van de wielerromanticus Wim Vos al vanmorgen de kop in. Jij denkt dat het toch wel die richting zal uitgaan, hè? Dat kan alleen maar vermoeden, maar als je van eind februari, en hij gaat er straks de Vuelta ook nog eens aan vastplakken, om dat een heel jaar door te trekken, het topniveau waarmee hij rondkoerst, dat lijkt mij een utopie ook. Als je ziet die ontsnapping ook in de Strade Bianche, waar hij op 50 kilometer, hij koerst niet zuinig, hij maakt het niet af in de laatste 500 meter. Hij maakt er echt een show van. Hij neemt heel de finale voor zijn rekening in die wedstrijd, net als in de Ronde van Vlaanderen. Die twee dingen zijn misschien niet met elkaar te verzoenen, vrees ik. Heel veel koersen en dan ook nog eens heel dominant willen koersen. Een val waar analisten en journalisten op zo'n moment dan
met open ogen telkens weer intrappen is. Er is een nieuwe tourwinnaar, hij is dominant. Nu zijn we vertrokken voor jaren. Jonas Vingegaal gaat de komende jaren de Tour winnen. Dan is meestal de vraag, hoeveel keer gaat hij winnen? We zeiden dat met Pogacar, we zeiden dat met Bernal bijvoorbeeld, die voorlopig op één is blijven steken. Door ook extra sportief redenen, die valpartij nu, maar bon. Gaan wij met ogen open in die val trappen of zeggen wij van, ja, toch maar eens bekijken, want... Hij kreeg gisteren al meteen de vraag van, ja, ga je nu voor vijf keer toewinst? Die vraag kwam niet van mij, voor alle duidelijkheid. En zelf zeiden we, ja, laten we misschien volgend jaar eens terugkomen en dan opnieuw proberen te winnen. Ja. Maar het is wel wat je zegt, ik was erbij toen... Bernal de Tour won in 2019. Ja, elke analyse toen was, ik denk dat Bernal was... 22, in die buurt. En elke analyse was toen van, ja, dit is iemand die gaan we 10 jaar lang de Tour zien winnen, bij wijze van spreken. Ik denk dat er letterlijk al conclusies gemaakt werden van, deze man kan meer dan 5 keer de Tour winnen. En als je dan kijkt, het jaar later stond er al een nieuwe naam. Ja. Wat we het opnieuw van gezegd hebben, van dit is iemand die heel, heel vaak de Tour gaat winnen. En dan, ja, nu zijn we wel bij een derde naam in 4 jaar eigenlijk, die ook nog maar 25 is. Nu, ik denk wel dat we nog wel een aantal jaar minstens een duel tussen de twee gaan krijgen. Misschien dat er dan een nieuwe derde naam bij komt. Remco Evenepoel, toch? Die laat ik voor jou rekenen, Michael. Ja. Maar dat we een duel gaan krijgen tussen de twee, nog wel een aantal jaar, dat lijkt me nu wel te verwachten. Voorzichtig loop je toch weer met ogen open in een voorspelling. Misschien wel, misschien wel. Het zou mooi zijn in elk geval, hè, dat duel. Want die twee persoonlijkheden, op hun manier, ze zijn verschillend. Ja, en ze tonen er alle twee bovenuit. Want dat is toch het mooiste als we echt een duel zien, hè, voor de Tourwinst. Ja, ik denk dat bij Pogacar nog veel winst te boeken valt op basis van tactiek en het team. Als je dat ziet hoe Jumbo-Visma dat in deze Tour heeft aangepakt, die liet er niets aan toeval over. Dat kunnen we niet van UAE zeggen, vind ik. En daar ligt zeker nog marge. En als dat een beetje weggegomd kan worden, dan gaan we echt nog spannender Tour krijgen dan dit, denk ik. We zitten voor jaren gebeiteld. En laat ons hopen dat we op een ander vlak ook voor jaren gebeiteld zitten, want we mogen niet vergeten, dit is een fantastische Tour geweest als op jouw paspoort de nationaliteit Belg staat. Hè? En toevallig is dat bij ons het geval. 5 ritzeges. Met 3 verschillende renners ook. Lampaard, Philipsen en Van Aert. Een zeer jonge Philipsen, best nog wel. Dus die gaan we nog wel een aantal jaren tegenkomen. Groene trui, dan ook nog met Van Hooijdonk en Benoot. 2 renners Belgen die in de ploeg van de gele trui zitten, of van de toerwinnaar zitten. Die daaraan bijgedragen hebben, ja. Ook iets wat we sinds 1989 en Le Monde niet meer hebben meegemaakt. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal wel Belgische successen. Ja, en dan moet Remco Evenepoel nog komen. Maar dat is voor mijn rekening. Nee, het is genieten geweest, hè, voor ons Belgen. Ja, we zijn het al misschien allemaal een beetje vergeten, maar die tijdritoverwinning van Yves Lampaert, het blijft ook nog altijd een van de momenten van deze Tour. En vooral de manier waarop hij daar dan mee omging. De pure West-Vlaamse emoties die heel de wereld rondgingen. En dan Jasper Philips, ja, de manier waarop hij die spurt hier gereden heeft. Ik ben het gisteravond nog eens gaan checken. Ik denk dat als hij echt heeft kunnen spurten, dat hij ook altijd in de top 5 was en meestal zelfs in de top 3. Ja. Algemeen is hij misschien de beste spurter in deze Tour. Wel, Vijf dagen gele trui ook. Hè. Ik herinner me, zo lang is dat niet geleden. Als Van Avermaat is een kleine week in het geel reed in de Tour, dan vonden we dat allemaal geweldig en fantastisch. En dat was het ook. Dat won Van Avermaat zelfs geen rit, de tweede keer dat hij de gele trui toen pakte. En nu is dat iets, ja. Dat zat al niet in onze opsomming van Belgische successen. Mocht Wout van Aert een land op zich zijn, dat zou ook al een van de meest succesvolle naties in deze Tour zijn, hè? Het land Wout van Aert. Dat ook. En ook de ploeg Wout van Aert zou denk ik ook... Jumbo-Visma. Nee. Mocht Van Aert een ploeg op zichzelf zijn... Een eenmansploeg. Ik denk dat hij ook nog in de top 3 van het ploegenklassement zou staan. Ook dat zeiden we vanmorgen.
moeten we nog maar eens met superlatieven gooien wat Wout van Aert betreft. Maar laat het ons toch maar doen, want op den duur, dat is dan zo. Het begint normaal te worden, het went, maar straks nog de Champs-Élysées, wie weet. Het kan niet genoeg gezegd worden hoe uitzonderlijk het is, hè, dat hij dit doet. Ja, het was een beetje, ik denk dat het toeval was, hoor, maar het was toch ook wat illustratief. Gisteren, wat ik daarnet zei, de toerwinnaar geeft altijd een persconferentie op de laatste zaterdag. Eerst kwam het nummer 3, Thomas, dan kwam het nummer 2, Pogačar, dan kwam Vingegaard, de toerwinnaar, en dan helemaal op het einde mocht Van Aert als ritwinnaar ook nog zijn persconferentie geven. Maar er was zo wat geroezemoes in de perszaal dat de hiërarchie niet gerespecteerd werd. Tot iemand zei, nee, de beste rijder van de Tour geeft gewoon laatst zijn persconferentie, zoals het altijd is. En ja, dat was eigenlijk een mooie manier om te illustreren welke impact hij hier gehad heeft. Ja, door sommigen wordt hij werkelijk zo gepercipieerd van op alle terreinen is hij wel de beste van deze Tour. Hij is niet de Tourwinnaar, maar in die zin, als je het zo bekijkt, is hij misschien wel de man van deze Tour. Ja, uiteraard de meest veelzijdige renner van allemaal. Hè. Ja, die superstrijd dus krijg je, is misschien een nevenprijsje, maar ja, dat toont wel aan hoe hard hij deze Tour gekleurd heeft. Hè. Hij heeft niet alleen in de vlakritten of niet alleen in de heuvelachtige ritten. Uiteindelijk heeft hem op Hotakam mee de Tour beslist voor Vingegaard door daar Pogačar uit wiel te rijden. Die combinatie om dan ook nog eens een tijdrit te winnen, ja, dat is uitzonderlijk. Er valt niks anders over te zeggen, denk ik. Ik zag er eens op social media een foto waarbij de radiocommunicatie van Aert al rijdend hersteld werd, of nieuwe batterij, of ik weet niet wat. En dan stond er als commentaar bij van de batterijen van Wout van Aert worden vervangen. Maar zo is het bijna. Hè. Het lijkt wel een Duracell-konijn, hè. Ja, hij is onvermoeibaar. Hè. Het was een beetje mooi om horen. Gisteren was hij emotioneel na zijn ritzegen. En ik las ergens een quote van hem dat hij zei van ja, maar ik ben moe. En dan als ik moe ben, dan word ik wat sneller emotioneel. Het was een beetje hoopgevend om te horen dat hij tenminste toch ook nog moe kon worden. Ja. Maar ik sprak gisteren Thijs Benoot en blijkbaar een van de sterktes, dus naast zijn ongelooflijke wattages die hij trapt, is het recuperatievermogen van Wout van Aert. Ik denk dat we dat ook wel al gezien hebben in deze Tour, dat hij dag na dag na dag kan doen. En Thijs zei van, ja, voor mij is hij het sterkst eigenlijk in de derde week. Stelde hem zelf die vraag. Maar uiteraard is hij niet sterker geworden. Elke renner verzwakt een beetje in de derde week, maar hij gaat toch minder kapot dan al de rest. En relatief gezien is hij sterker dan een toerpeloton. Mochten we er nog een week aanplakken, ik denk dat hij nog een paar ritzegens zou boeken. Dus dat recuperatievermogen van hem is immens. Hè? En het is dan inderdaad hoopgevend om te horen dat hij af en toe nog moe wordt. Ja. Hij redt volgende week de San Sebastian Classic. Ja. Dus ja, dat is zijn vierde week dan. We zullen zien of hij tot daar kan. Dan is het wel tegen frisse renners. Hè? Dat is een heel ander onderwerp. Ja. Tegen Evenepoel onder andere. Ja, voilà. Ja. Ja, en dan die persconferentie. Goh, we gaan het vermelden, maar ik wil er ook niet te veel tijd aan besteden. Maar het was toch zo'n een klein, tja, jammer momentje. Er werd hem de vraag gesteld naar van, ja, mogen wij dit allemaal vertrouwen wat jullie doen? Of geef ons de garantie dat? En ja, dan wou hij die vraag niet beantwoorden. Het was een shit question. En eigenlijk pas na aandringen van die journalist heeft hij ze wel beantwoord. Anders had hij ze onbeantwoord gelaten. En het feit dat hij zo reageerde, heeft het eigenlijk groter gemaakt dan het moest. En ik vond het een beetje jammer. Ik had bijna zin om hem instant communicatieadvies te geven van wat? Nee, niet zo reageren. Het was niet handig wat hij deed. Laten we het daarbij houden. Het is een vraag die elk jaar gesteld wordt. Ja. Meestal alleen aan de toerwinnaar, nu ook aan Van Aert. Komt ook bijna altijd uit Angelsaksische hoek. Ja. En de vraag is altijd dezelfde van ja, je hebt de Tour gewonnen of je bent de beste renner van deze Tour. Kunnen we je vertrouwen? Vingegaard had de vraag ook gekregen, een tiental minuten voor Van Aert. En die antwoordde eigenlijk het antwoord dat je moet geven in die situatie. Hij zei heel beleefd van ja, kijk, uiteraard kan je ons vertrouwen, wij doen niks illegaal. Wij zijn heel erg bezig met details, met voeding, met training. Wij tillen hoogtestages naar een nieuw niveau en dat is waarom wij zo goed zijn. En dan kreeg Van Aert inderdaad exact dezelfde vraag. En ja, hij reageerde krampachtig daarop. Authentiek of oprecht, denk ik, dat hij wat geïrriteerd was. Van ja, moeten we dan minstens als een renner goed presteert, op een ploeg doet het geweldig goed. Moet dat dan onmiddellijk in vraag gesteld worden? In plaats van ja, daarmee de vraag te counteren of te beantwoorden, ja, kreeg je wat onrust in de perszaal, vooral bij die Angelsaksische journalisten. En daar scoor je geen punten mee. Nee.
Maar als hij dan authentiek wilde reageren, vind ik, dan had hij misschien een beetje de bal kunnen terugkaatsen en zeggen van ja, hoe zou jij je nu voelen? Ik heb 3 weken afgezien. Ik heb zo hard getraind, zoveel hoogtestages gedaan. Dan pluk je daar de vruchten van. En dan zit ik hier op een persconferentie en krijg je deze vraag. Snap je nu niet dat dat voor mij een beetje moeilijk is? Dan had het nog anders geweest dan te zeggen, it's a shit question en ik ga ze niet beantwoorden, punt. Dat is waar, plus hij moet weten dat hij in een sport zit die een zeer beladen geschiedenis met zich meedraagt. En een zeer recente geschiedenis, jammer genoeg nog. We worden dagelijks mee geconfronteerd. Al die journalisten die dat daar zaten op dat moment, ja, dat zijn bijna allemaal journalisten die 10, 15 jaar lang bedrogen zijn geweest. Ja. Die ook toen die vragen gesteld hebben, of misschien te weinig die vragen gesteld hebben toen. Die ervan geleerd hebben en die dus nu plichtmatig wel elke keer met die vraag komen. En is dat jammer voor de generatie die daar nu zit? Vermoedelijk wel. En dat is niet de vraag die je wilt krijgen. Maar je hebt geen andere keuze dan er netjes en beleefd op te antwoorden. Ja. En wat Van Aert deed was... Voor alle duidelijkheid, er was geen drama. Nee. We moeten het zeker niet groter maken dan het is. Er was geen catastrofe. Nee. Maar het was niet handig. Het einde van de Tour is ook altijd een beetje rapporten maken. Wout van Aert heeft een 11 op 10 gekregen van Stijn Joris. Ja. In overleg met hem. Je kunt niet hete aardappel in mijn maag. Nochtans, jouw adagium, Wim, is plus et en vous. Voilà, dan geef je geen 11 normaal gezien. Ja, net wel. Net wel. Het kan altijd nog beter. Zelfs als je 10 op 10 hebt, kan het beter, Michel. Dan kan je 11 en 12 scoren in jouw... Bij mij wel, ja. Ik had vroeger een leraar die hoogstens 9,5 gaf. Zelfs als je al zijn vragen correct beantwoorden, zei je, had dus je antwoord beter kunnen formuleren. Ja. Ik krijg je waar renners voortdurend de bemerking dat ik te streng en te kritisch ben. Ja. Zo zie je dat ik ook cool kan zijn. Ja. Op het moment dat je moe begint te worden, dan sluipt er toch enig enthousiasme in. Nee, maar het is het moment van de rapporten. En ja, als we dan kijken naar deze Tour, we hebben het op de vorige rustdag ook al gezegd, het zijn de grote ploegen, de grote namen die toch met heel veel gaan lopen. En dan zijn er heel veel ploegen en renners die met lege handen achterblijven. Zijn we er heel wat, hè? Ja, en de Tour is op dat vlak een beetje genadeloos. Hè. Als je een Tourrit wint, dan is je Tour geslaagd. En doe je dat niet, dan heb je een heel kleine categorie van ploegen die toch kunnen zeggen van we waren verdienstelijk goed aanwezig. Ik denk dan in deze Tour bijvoorbeeld Intermarché met Mijntjes. Hebben zich toch een aantal keer echt getoond. Dat is zeker geen slechte Tour geweest voor hen. En Taco, bijna wint die kassei. Ja, wat je zegt. Maar er zijn een aantal ploegen. Als je dan geen rit wint, of je draagt op geen enkel moment een van die truien, dan is je Tour mislukt. En zo zijn er toch een aantal. Ja, Lotto wordt bedreigd door de degradatie. Dit is het allerhoogste niveau, de Tour, de Champions League van het wielrennen. En dan moet je vaststellen, daar komen ze niet aan te pas, tot dusver. Als het op de Champs-Élysées niet gebeurt. Dus op basis daarvan moet je misschien wel zeggen van terecht, dan horen ze maar in de Europa League of de Conference League thuis. Nee? Of is dat hard? Dat is hard, maar ik vrees dat het een beetje waar is. Het is geen toeval dat ze staan waar ze staan in die World Tour momenteel, dus helemaal onderaan. En die resultaten hier in deze Tour, die sluiten daar een beetje bij aan. Hè. Als Ewan over minder dan 12 uur, denk ik, die rit niet wint, dan hebben ze een heel magere Tour achter de rug. Ze hebben niet alleen niet gewonnen, maar ook te weinig meegespeeld eigenlijk. Hè? Ze hebben eigenlijk nooit een hand uitgestoken naar ritzegen. Een beetje Ewan in die eerste 2 sprinten in Denemarken. Dat was ook zelfs nauwelijks meer dan een vinger, ik zou het geen hand durven noemen, die hij uitstak naar die zegen. Ook geen enkele ereplaats, denk ik zo. Als je dan kijkt, afgelopen vrijdag in Cahors wordt iemand als Dainese derde. Ja, dat is een prestatie die geen enkele renner van Lotto Soudal in deze Tour heeft neergezet. Dat is toch allemaal een beetje bedenkelijk. Ze gaven het gisteren zelf ook toe. Ik heb even met Brent van Moer en Florian Vermeers gesproken. Vermeers gaf ook zelf toe dat hij gehoopt had om meer in de ontsnappingen te zitten. En Van Moer exact hetzelfde. Hij zei bijvoorbeeld dat hij die rit in Arenberg echt had aangekruist en daar alles zou doen om mee te zijn. Maar hij gaf aan dat het in deze Tour zelfs niet makkelijk was voor hen om in een ontsnapping te geraken. En dat is natuurlijk wel een pijnlijke vaststelling. Als daar de moeilijkheidsgraad al te hoog is voor Lotto, dan zitten ze wel met een probleem natuurlijk.
Ja, en dan heb je zo die vreemde gevallen, Quickstep Alpha Vinyl, die onwaarschijnlijk straf beginnen en dan een kaars die uitdooft. Vreemd, hè? Je moet altijd zeggen, ja, een tour is ergens geslaagd, want ze hebben gele trui en een ritzege, maar het is wel een kaars die uitgedoofd is en heel lange tijd niet meer gestraald heeft, hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel omdat we over het eerste weekend spreken, wat ondertussen al heel ver achter in ons geheugen ligt. Maar die Tour is uiteraard wel geslaagd. Hè? Je wint twee ritten, je met Lampaard draag je een dag het geel. Jacobsen met heel het verhaal rond van 2 jaar geleden, die val in Polen en dergelijke. Na dat eerste weekend maakten we analyses over een historisch goede toerstart voor Quickstep. Mm. Maar dat is net het genadeloze of het rare aan een Tour, is inderdaad, je wint die ene rit, je pakt die trui en dan is dat allemaal geslaagd. Ja. Want als je dan inderdaad, wat er nadien gevolgd is voor Quickstep, was bijna een beetje het niveau van Lotto Soudal. Hè. Ja. Ik denk dat ze met Sénéchal nog wel eens een derde plaats hebben gespeurd in Carcassonne. Maar voor de rest weinig mee in de aanvallen of weinig zichtbaar in al die ontsnappingen. Met Jacobsen zeer verdienstelijk hoe ze hem over de bergen hebben gekregen. Ja. Maar het is ook maar dat, natuurlijk. Ik denk wel dat ze met Jacobsen stiekem toch wel, als ze in zichzelf die analyse gaan maken, op meer dan één rit gerekend hadden. En daarnaast hadden ze ook wel iets verwacht, denk ik, van de Italianen. Cataneo was hier vorig jaar 11e. Die heeft niks eigenlijk laten zien. Ik geloof dat Yves Lampaard gisteren tegen mij ook iets zei. De luisteraars moeten die podcast maar opnieuw beluisteren over Cataneo, dat hij ook wel wat fysiek wat last gehad had enzovoort. Ja, hetzelfde bij Bajoli, die is het toch ook wel. Maar die heeft dan ook ziek geweest? Of? Ja, er zitten wel wat bezonjes op fysiek vlak. Ja. Dus ze zijn ook wel een beetje slachtoffer geweest van het parcours van deze Tour. Hè? Ja, absoluut. We gaan met 2 massasprinten gehad, dat is historisch weinig. Geen enkele echte massasprint in Frankrijk, of je moet al die sprint in Carcassonne rekenen, maar dat was al toch met een uitgedunde groep. Terwijl de ploeg van Quickstep echt wel gebouwd was voor rond Jacobsen. In de hoop dat er links of rechts nog wel eens een massasprint zou zijn. In de hoop ook dat de Tour over het algemeen iets minder zwaar zou uitvallen, waardoor Jacobsen iets frisser in die laatste week zou zijn. Maar dat is allemaal niet uitgekomen. Het was een zeer snelle, zeer zware Tour. En ja, als dan je sprinter eigenlijk heel snel vaak moet lossen of in de problemen komt, ja, dan krijg je het moeilijk. Goed, zeer bedankt. Het was heel fijn om met jullie 4 weken lang op reis te zijn. We hebben het eigenlijk wel goed gedaan met ons 3. Geen conflicten in de groep. En, ik weet niet hoeveel punten, misschien moeten we aan de renners vragen hoeveel punten wij krijgen voor onze verslag. Ook hier geldt, er is nog 1 rit, jongens. Ja, we kunnen vanavond nog de puntjes op de i zetten. We gaan dat doen. Goed, zeer bedankt, Wim Vos. Jij bedankt, Michael, ook voor de voorbije 3-4 weken. Stijn Joris. Graag gedaan. Toen we rond 4:30 met onze laatste krachten in Parijs arriveerden, kwamen we daar een frisse collega tegen. Voor Wim, Stijn en ikzelf was het onze 27e toerdag, voor Werner Bourlet zijn allereerste. Hij volgt voor het nieuwsblad de Tour de France Femme. Na de aankomst van de eerste etappe zat ik met hem samen op de rooftop van de perszaal. We zitten hier op een rooftop op Place de la Concorde, waar de perszaal is opgetrokken voor de allerlaatste etappe van de Tour de France, althans die voor mannen. En Stijn, ikzelf en Wim, wij zitten echt aan het einde van ons Latijn, maar ik heb iemand bij ons die echt nog fris als een wervelwind hier is komen aanwaaien. Werner Bourlet. Dag Michael. Fris inderdaad, want jij begint eraan. Hè? Dat is vandaag ook de start van Tour des Femmes geweest. Ja, ik heb eerst 3 weken op vakantie geweest en nu ben ik er helemaal klaar voor. Contrast kan niet groter zijn. Bij ons staat alles op een laag pitje en bij jou, jij vliegt erin met enthousiasme. We zijn zeer blij dat we het stokje aan jou kunnen doorgeven voor die allereerste, zou ik zeggen, Tour de France Femmes. Maar is het de allereerste? Eigenlijk niet. Er zijn vroeger al edities georganiseerd. In 1984 was er al een Tour Féminin. Dat was allemaal maar met bescheiden deelnemster op dezelfde dag als de mannen. Een beetje een voorrecht eigenlijk. Daarna zijn er nog wel van die grote ronden geweest. Onder andere in 1993 heette dat de Ronde van de Europese Gemeenschap. Oké. Ja. Dat was heel erg te maken met Tour de France. Eigenlijk de laatste grote ronde die georganiseerd is door ASO. Die is trouwens toen gewonnen door Heidi van de Vijver. Aha, die nu hier ploegleider is bij Plantour Pura. En daarna was er ook een Tour Féminin. Ja. Maar dat had niks met ASO te maken. Maar
dat was ook met Leontien van Moorsel en dergelijke. Dat waren wel goede wedstrijden. Maar die zijn er dan na een tijdje mee gestopt. En eindelijk, zou ik zeggen, is er nu een volwaardige ronde van Frankrijk voor de vrouwen. Want tot dusver was het vooral de Giro Donne. De Giro Donne. Die eigenlijk de grote ronde was. De grote ronde was. Maar nu met de Tour erbij, zeker met alle media-aandacht, live op tv in 190 landen, je merkt dat er heel veel aandacht zal zijn en dat de vrouwen daar ook een beetje klaar voor zijn en dat ze zich echt willen tonen. Dus we zijn toch benieuwd wat dit allemaal gaat geven. En een week lang ook met een live reporter van het Nieuwsblad. Ja. Voilà. Goed, we hebben de eerste etappe achter de rug op de Champs-Élysées ook. En dat is net als bij de mannen een sprint. Vertel eens, hoe is die gelopen? De verwachte winnares, Lorena Wiebes, de Nederlandse, die had al 15 keer gewonnen dit seizoen. En vandaag is ze daar nummer 16 aan toegevoegd. Ze is de snelste vrouw ter wereld. Dus is het logisch dat zij heeft gewonnen. Voor Marianne Vos en Lotte Kopecky werd derde. En niet onbelangrijk, Lotte Kopecky heeft ook deelgenomen aan de twee tussensprinten voor de groene trui. In de eerste tussensprint was ze vierde, de tweede heeft ze gewonnen. Met die derde plaats erbij in de eindsprint staat ze nu al op de tweede plaats na Lorena Wiebes. Maar omdat Lorena Wiebes de gele trui draagt, zal Lotte Kopecky in de tweede rit de groene trui dragen. Zoals Wout van Aert. Ik wou net zeggen, jij neemt het stokje van ons over en Lotte Kopecky neemt het stokje van Wout van Aert over. Ze heeft ook zo'n beetje hetzelfde doel als Wout van Aert. Aha. Ze wil de groene trui pakken op het einde van de Tour. Uh-huh. Tussendoor wil ze ook wel eens die gele trui dragen. Oké, ambitieus. En uiteraard wil ze ritten winnen. En ze wil ook de eindzege in de ploeg met Demi Vollering. Dus zoals Wout van Aert dat wou met Jonas Vingegaard. Het zal denk ik iets moeilijker worden, maar het is zeker allemaal mogelijk. Grootsdromen, daar is niets verkeerd mee, uiteraard. Ja, vertel eens, Wernen, wat staat er de komende week op het menu? We hebben al één rit gehad. Er zijn er nog 7, dus in totaal zijn er 8 ritten. Er is een beetje van alles. Het is een cocktail van alle sprintetappes. Er zijn punchersetappes. Er is zelfs de vierde rit is over grindwegen tussen de champagnevelden. Ook dat. Een soort Strade Bianche. En in het slotweekend zijn er de 2 bergetappes met als apotheose de aankomst op La Super Planche des Belles Filles. Dan komen de meisjes aan op La Super Planche des Belles Filles als apotheose. Dat is wel mooi, denk ik, speciaal gekozen. Maar het zal toch een spektakel opleveren, denk ik. Ja. Dit is te zien op televisie en daardoor zal hij de Giro Donne naar de kroon steken? Ik denk dat wel. Natuurlijk, alle krediet voor de Giro Donne. Ook de rensters zeggen dit. Dit is eigenlijk nog altijd de mooiste ronde. Maar dit is de Tour. En de Tour in de zomer met heel veel aandacht. Live op televisie, op de Franse tv, gaat er enorm veel in investeren. Het wordt overgenomen op heel veel zenders. Onder andere op Sporza. Ook RTBF zelfs. Ook in Wallonië beginnen ze een beetje wakker te worden. Okay. Dus het gaat heel veel aandacht zijn. En de rensters zijn ook heel benieuwd wat dit gaat geven. En ook een beetje nerveus. Want ze voelen toch wel de druk. Het moet goed zijn. Annemiek van Vleuten, ik heb gisteren met Annemiek van Vleuten gesproken. En ze zei dat toch ook. Voor mij maakt dat niet veel uit. Ik ben druk gewoon. Maar je voelt toch ook aan veel van die meisjes. Ja, het mag toch niet fout gaan. Er mag niets gebeuren. Ze willen echt wel presteren en tonen dat ze dit ook allemaal kunnen. En dat ze dit verdienen. Daar komt het op neer. Ja. Je hebt ze genoemd, Van Vleuten. Is zij de topfavoriete? Of wie zit er allemaal in de mix voor de eindwinst? Ik denk dat wie Annemiek van Vleuten klopt, dan ook de eindwinnares zal zijn. Ja. Maar voor mij is ze de topfavoriete. Ze heeft de Giro Donne gewonnen. Is daarna een beetje gaan rusten, zei ze dat. Op stage. Maar ze heeft getraind met Elevigno, waar ze heeft getraind met Tom Dumoulin en dergelijke. Oké. Dus rusten. Ja. Rusten. Maar ja, zo kennen we ze. Ja. En Demi Vollering wil haar uitdaagster zijn. Dat is de ploeggenote van Lotte Kopecky bij SD Works. Maar ik denk dat zij toch iets te kort zal komen tegen Van Vleuten. Maar wie weet, ook er is een jonge Italiaanse, Marta Cavalli. Die tweede was in de Giro en die onder andere de Waalse Pijl heeft gewonnen en de Amstel Gold Race. Die kan misschien wel verrassen. En pas op, in die vierde rit, daar kan heel veel tijd worden verloren in de Strade Bianche etappe. Mm-hmm. Op een slecht moment pech. Jonas Vingegaard heeft het ook meegemaakt. Kan eventueel fataal zijn.
al heeft Jonas Vingegaard het natuurlijk wel rechtgezet. En ik denk dat zelfs dan Annemiek van Vleuten nog kan rechtzetten in de twee bergetappes. Oké, nee, we kijken er naar uit. Elke dag te lezen, ook in het nieuwsblad, in de krant en op sportwereld.be, dankzij Werner Boulet. We gaan het zeker volgen. Werner, veel succes. En ja, we spreken elkaar binnen een week hoe het energieniveau dan zal zijn. Ja, ik zit nu nog vol energie, maar ik weet niet hoe het volgende week dat zal zijn. In elk geval, het zal wel lukken, denk ik. Het zal wel lukken. Heel veel succes, Werner. Niet alleen de Tour zit erop, maar ook onze podcasttocht door Frankrijk. Ik heb er ongelooflijk van genoten om jullie elke dag even mee te kunnen nemen naar de Tour de France. We hebben de luisterrecords van de courses van ons de voorbije 4 weken verpulverd. En het doet ongelooflijk deugd dat jullie zo talrijk aan de andere kant van mijn microfoon aanwezig waren. Het liefst zou ik jullie allemaal persoonlijk bedanken. 6 luisteraars hebben dankzij onze partner Skoda een groene trui gewonnen, enkele ervan gesigneerd door Wout van Aert. Hou jullie mailbox in de gaten, want de winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Speciale dank aan een aantal mensen zonder wie de voorbije 4 weken niet mogelijk waren geweest. Producers Guillaume Mabe en Bert Heijvaart, de monteurs en nachtraven van House of Media, Hugo Korevits om met ons in zijn 25 Tour de France's te duiken en last but not least mijn compagnons de route, Wim Vos en Stijn Joris. Heel graag tot een volgend wielerevenement. Heel graag tot een volgende. De koers is van ons.